Goedendag en welkom bij de Monex Valuta Update. Euro-dollar heeft zich het grootste deel van 2022 neerwaarts bewogen. Ja, door de Oekraïne-oorlog onder andere, de energiecrisis, de hoge inflatie en natuurlijk de ECB die te laat in actie kwam met een renteverhoging. En nu de groeicijfers van de eurozone de verwachtingen voor het derde kwartaal overtreffen en Duitsland een recessie lijkt af te weren, is de euro ten opzichte van de dollar weer ongeveer 9% gestegen ten opzichte van de bodem van september op euro-dollar. Wij verwachten dat het weerstandsniveau van 1,06 op euro-dollar komende tijd nog niet wordt doorbroken. 13, 14 en 15 december komen er veel belangrijke data naar buiten. 13 december hebben we de Duitse en Amerikaanse inflatiecijfers. 14 december de renteverhoging en de persconferentie van de Fed in Amerika. En 15 december de renteverhoging en persconferenties van zowel de Bank of England als de Europese Centrale Bank. Nou, de Fed heeft in de US de markt geleid richting een trager groeitempo, maar de arbeidsmarkt blijft nog zeer solide en er worden ook nog nieuwe banen gecreëerd. Wij verwachten dat de inflatiecijfers op 13 december wellicht de grootste impact zullen hebben op de valutamarkt deze maand. Als de kerninflatie in de VS omhoog springt, zoals ook de voorgaande maanden, verwachten we dat de Fed de rentevoorcast voor volgend jaar zal verhogen van 4,6% naar 5%. Als dit gebeurt, wordt het vrijwel zeker dat de rente tijdens de volgende Fed-verhoging in februari ook verhoogd zal worden met 50 basispunten. Mochten de inflatiecijfers in de Verenigde Staten laag blijven en een teken van stabiliteit vertonen, dan verwachten we een milde renteverhoging van de Fed tijdens de volgende vergadering in februari volgend jaar van 25 basispunten. Voor de ECB verwachten we op 15 december een renteverhoging van ook 50 basispunten, 0,5%. De zorg voor de ECB-functionarissen blijft het omlaag brengen van de hoge inflatie. Onze verwachting is dat de ECB de rente voor langere tijd met beperkte verhogingen omhoog zal brengen. Bovendien hebben de ECB-functionarissen sinds de vergadering van oktober een iets zachtere toon aangeslagen met betrekking tot het omhoog gooien van de rente. De vraag voor de volgende ECB-vergadering is of de huidige prijsstelling van het Euribor-tarief van 3% voor volgend jaar correct is. Ja, wij denken met de huidige stand van zaken dat wel een redelijke aanname is. Nou, wat verwachten wij dan voor volgend jaar? Voor 2023 verwachten wij of zijn wij optimistisch bullish over de euro, omdat we betere groeicijfers verwachten in de eurozone. Het risico op een nieuwe opleving van de energiecrisis zal de euro naar onze verwachting onder de 1,10 à 1,12 op euro-dollar houden. Maar we verwachten dus positief nieuws over de euro. Hierbij in de tabel ook nog de andere voorspellingen die wij als Monex hebben voor de valutaparen voor volgend jaar. Bedankt voor het kijken en tot ziens.